De aanlegstijger voor de veerpont aan de kant van de binnenstad is tijdelijk verplaatst vanwege baggerwerkzaamheden. De baggerwerkzaamheden van de rivierbodem zijn nodig voor veilig gebruik van de aanlegstijger in de toekomst. De veerpont blijft wel gewoon in vaart. De aanlegplek voor de veerpont verhuist tijdelijk naar het verlaagde Wellenpad. Naar verwachting worden tussen het slip en de stenen ook archeologische vondsten opgegraven. Mogelijk wordt ook munitie aangetroffen. Daarom vinden de baggerwerkzaamheden plaats onder toezicht van specialisten op dit gebied. De verplaatsing van de aanlegstijger is op dinsdag 21 januari succesvol afgerond. Vanaf dat moment gaan de baggerwerkzaamheden plaatsvinden.